We zitten nu in Malaga Airport. Het is vandaag donderdag. Het is nog best wel vroeg nu. We zijn vroeg opgestaan. Dus we vliegen naar Nederland voor een paar dagen. Want morgenavond in Utrecht hebben we een community meeting. Wel sowieso heel erg zin in de community meeting morgen. Ja, ook veel zin in. Normaal gesproken spreek je eigenlijk alleen maar via Discord of Zoom. Uiteindelijk eindelijk gewoon een keertje even met z'n allen gewoon lekker netwerken. Morgen ook nog eventjes een podcast opnemen met iemand uit de masterclass ook. Die treedt nu gewoon voor zichzelf. Speelt ook poker. Ik heb ook gezien dat heel veel pokerspelers ook heel goed zijn in daytraden, dus ga ik een aantal vragen over stellen. Ja, gewoon veel mensen leren kennen en in het echt leren kennen, want normaal gesproken is het natuurlijk ja, allemaal via Discord. Gewoon eens een keer de gezichten erachter zien, want normaal gesproken zie je alleen maar de avatars of de gebruikersnamen. Dus ik heb er zin in, dus het wordt gezellig. Mijn eerste NFT gekocht. Nou, ik weet totaal niet waar ik mee bezig ben, maar de Crypto Morrie. Maar hij is al met de helft in waarde gedaald, dus geen financieel advies. Ik dacht ik zou ook eens even in de NFT-wereld duiken. Dus dat in feite kan je van die plaatjes kopen. En al die plaatjes zijn uniek, dus dan kunnen mensen zien dat jij de eigenaar bent. Je kan het alsnog wel screenshotten, maar dan ben je niet de originele eigenaar. Die dingen kan je ook verhandelen. Vliegtuig vol met hand en luggage. Met de bus? Handbagage. Dus nu worden die handbagage moet naar het ruim. Je de laptop eruit halen. Ze kan er niet in blijven, want je hebt kans dat zo'n laptop kapot gaat. Blijkbaar smijten ze natuurlijk met die koffers. Dat kunnen ze niet normaal doen. We zijn aangekomen in Nederland, Amsterdam. Zoals je al ziet, weer. Spanje zitten. Deze is iets van oké, al leuk om even weer in Nederland te zijn, maar oké, voor de community. And that's it. Snel weer terug. Nou, we zijn vandaag in Utrecht bij de Utrechter en de community meetup is er eindelijk. Dus we hadden al heel lang community meetup doen met iedereen in de masterclass en dat is nu eindelijk gelukt. Dus rond een uurtje of 7, over 2 uur, komen zo'n 120 man deze kant op. Dus het wordt super gezellig. Fathers van de Day and Swing Trading Masterclass. Een daverend applaus voor Kevin Timmer en Jordi van der Pas. Helemaal over uit Marbella gekomen. Wat belangrijk is en fijn is als je ze kent. En ik ga beginnen met die meneer daar met dat keurige jasje. Het is een echte swing trader, Robert Gerards. Ik ben Robert Gerards, ik ben moderator bij het swing trainen. Ik ben 1,5 jaar lid. Ik denk dat het een beetje de Benjamin is van de Day and Swing Trading Masterclass. In elk geval de allerjongste. Robin Molenkamp. Ja. Ik ben Robin Molenkamp. Ik heb 12 maanden geleden de masterclass aangeschaft. Sindsdien ben ik een tijd heel actief geweest in de masterclass. En op een gegeven moment ben ik veel in contact gekomen met Kevin. En zo ging het een beetje groeien. Ik kwam een beetje in contact met andere moderators en zo ben ik bij de masterclass gekomen en nu ben ik een van de moderators van de masterclass. En dan een paar gezichten die jullie wellicht nog niet zo heel vaak hebben gezien. Ik ben ook niet zo groot, maar jij ook niet. Nee, zeker niet. En zij helpt de daytrading in masterclass met van alles. Ik ga nog niet zeggen wat, want dat komt straks in de quiz wel ter sprake. Maar dit is Jasmin Baladin. Mijn naam is Jasmin Baladin. Ik ben marketing manager van de daytrading masterclass en behoort op het team van Kevin. En de dame daarachter, die kennen we allemaal. Ik heb wel eens mensen gehoord die zeggen, maar Ankie, dat is toch een robot? Dat is toch niet echt een mens? Ik ben echt. Maar Ankie bestaat echt. En ik heb laatst naast haar gezeten bij het eten. Ze is echt nog een schat van een vrouw ook. Ankie Jansen. Ik ben Ankie Jansen. Ik ben sinds ruim 1,5 jaar werkzaam voor de masterclass en ja, doet me veel plezier. Ja, en ergens moet hij dan toch rondlopen, maar hij is nu de boel aan het managen en regelen. Ik weet niet of hij er nog is. Als hij gaat praten, herkennen jullie hem gelijk. Van, ja. Want hij heeft een opvallend Vlaams accent in een hele mooie Jurebos trui. Jari de Jong.
Mijn naam is Jari Dion, 25 jaar. Ik kom uit België. Als een van de eerste 10 lid bij Kevin van de Daytrading Masterclass. En ik ben zelf Arjan, maar dat hadden de meesten denk ik al verdient ook applaus. Ja. Ik ben Arjan en ik ben moderator bij de Daytrading Masterclass. Ja, super dat iedereen er is. Ja, ik heb eigenlijk niet een hele speech voorbereid, maar ik zou zeggen geniet gewoon lekker van deze avond. Netwerk met elkaar. Ik ga ook de kans nemen om lekker met jullie te netwerken. Zometeen hebben we nog wat leuke dingen met Arjan, quiz onder andere. Dus enjoy en laten we gewoon met elkaar een gezellige avond van maken. Jordi heeft er vast ook nog wat toe te voegen. Oh. Ja, eigenlijk vooral voor zieken vanaf en toe over een drankje. Dat is eigenlijk wat ik wil meegeven. En super tof om jullie te zien. Dus, en op het moment dat als we in een gesprek gaan, wij hebben natuurlijk nooit een gezicht gezien. Dus stel je even voor, dat is zo fijn. Misschien Discord naam. Is General Iroh aanwezig? Iemand? Nee? Oh, oké. Okay. Nou, dus niet aanwezig. Maar een Discord naam zou dat helpt dan. Dus, veel plezier vandaag. Ik zie wel heel veel likes en een paar mensen die verdrietig zijn. Al zeker een rode dag vanmiddag. Kevin kocht op een mooie dag een McLaren. In welke opvallende kleur liet hij dat ding eerst spuiten? Oranje, roze, marineblauw of okergeel? Er staat denk ik een vijfde optie bij, die telt natuurlijk. Marineblauw. Welke moderator mag graag een stukje zingen? Wat zijn de enige echte levensbehoeften van Jordi? Welk illuster tweetal nam ooit een ad op voor YouTube onder het mom lees vooral iets op net naast de camera en doe vooral niet alsof het leuk is? Waren dat Stedtler en Waldorf? Waren dat Bassie en Adriaan? Waren dat Geer en Goor? Of waren dat Kevin en Jordi in stemmige overhemden? Dan kun je maandelijks een mooi rendement pakken tussen de 10 en 30% indien je dit dagelijks doet. Dit noemen we ook wel daytraden. Nu snappen we dat je je mogelijk weinig meer kunt voorstellen. En daarom hebben we een gratis training gemaakt. Extra inkomen verdienen met daytraden. Hierin ontdek je. Het was echt superleuk om een hoop mensen uit de community te ontmoeten. Dus dat Kevin me aandrong dat ik wat moest drinken. Lang geleden, dus ik denk dat morgen geen wekker wordt. Niet sporten? Nee, ook niet sporten. Nee. Ga jij sporten? Tuurlijk. Ja. Vroeg op? Vroeg op? Half negen. Lekker half negen. Zin. Ja hoor. Lekker man. Nee, het was gezellig. Ik heb wel genoten. Ja, het was leuk. Ja, nee, het was wel... Ja, dat is Kevin Scott. Deze dingen. Een flesje donder komt eraan. Deze dingen. Ja. Top, top. Ja. Tot de volgende.